Welkom bij Topnemers, iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. Zit je nou te lachen? Ja, binnenpretje wegens geluid dat wel of niet wegviel. Maar ik ga er gewoon vanuit dat het allemaal luid en duidelijk doorkwam. Ja. De gast Jolanda van Tol. Jolanda, je bent van Preventicons. Ja, ik kan natuurlijk Preventicons zeggen, maar jullie website is wat ik zie voornamelijk in het... Is het helemaal in het Nederlands. Preventicons, klopt. Ja, wat doen jullie? Wij hebben een tool die het welbevinden van medewerkers meet. En waarom is dat belangrijk? Omdat er extreem veel medewerkers op dit moment in het psychosociaal verzuim afglijden. En het heel erg belangrijk is dat we deze mensen, voordat ze afglijden, voordat ze in het ziekteverzuim gaan, al hulptrajecten kunnen bieden. Tot zover duidelijk, maar hoe doe je dat? Want het lijkt me niet heel eenvoudig om het welbevinden van mensen te meten. Nou, dat is eigenlijk best wel eenvoudig, door gewoon een slimme vraag te stellen. En die slimme vraag is een hele makkelijke Nederlandse vraag. Hoe is het met je? En dat stellen wij, die vraag stellen wij wekelijks aan medewerkers. Ja. En zij kunnen door een emoticon aan te klikken, laten zien hoe ze zich voelen. Maar als ik het aan mensen, dit is een vraag die allemaal stelt, hoe gaat het met je, zeg maar, alles goed? Ja. Dan zeggen eigenlijk meestal mensen, alles goed. Ja. Ik krijg nooit het woord, bijna nooit het antwoord. Nee. Niet goed. Nee. Dus hoe zorg je ervoor dat mensen wel eerlijke antwoorden geven? Omdat wij het volledig anoniem doen. Dus je werkgever en direct leidinggevende krijgen niets te horen. Alles wordt achter de schermen opgeslagen en alleen ons bedrijf en de coaches die voor ons werken en die wij inhuren om hulptrajecten te bieden, die zien de uitslag van jou. Dus je direct leidinggevende ziet dat niet. De direct leidinggevende kunnen alleen het gemiddelde van hun bedrijf zien, mits er een minimum aantal mensen meedoen. Want anders kun je nog... Kun je het ook nog per afdeling of zo zien? Of, je kunt het per afdeling zien, per filiaal zien, per locatie. En nog even om een idee te krijgen hoe het werkt. Hoeveel keuzes heb je? Want 9. Negen. Meestal zijn het blij of niet blij. Nee, we hebben 9 emoticons. En wat zijn dan de variaties daarin? Heel erg slecht tot heel goed. En dan zijn er zeg maar 3 die goed zijn. 3 zijn gemiddeld en 3 zijn slecht. En dan zijn daar nog gradaties in. En wij zien aan de achterkant... Ja, zien we precies wat jij hebt ingevuld. Sociaal wenselijk gedrag kunnen we ook zien. Want het gaat nooit met iedereen zo. Dus het gaat nooit top met je. Want je hebt allemaal wel eens een vervelende dag. Je hebt allemaal wel eens last van slechte weer. Of wat jammer, het weekend is voorbij. Maar vraag je dan vervolgens ook hoe iets komt? Of hoef je alleen maar die emoticons? Je hoeft alleen maar die emoticons in te... Maar dan kun jij dus niet zien. Komt het doordat ik vanochtend... Door een idioot ben aangereden waar die werkgever helemaal niks aan kan doen. Ben ik afgebekt door mijn partner voor de zoveelste keer, waardoor ik niet lekker in mijn vel zit. Dat kun je allemaal niet. Ajax verloren. Dat zijn allemaal wel items waar je vreselijk chagrijnig van kan zijn. Soms een dag en soms wat langer. Ja. Dus wij zien aan de achterkant wat de tendens is. En als je afglijdt naar het negatieve, of in het negatieve zit en afglijdt, dan hebben wij met jouw bedrijf afgesproken, want daarin is het bedrijf leading. We bellen naar 3 keer negatief in een bepaald tijdsstuk, 4 keer negatief of 5 keer. Dat weten de medewerkers ook. Oh, dat weten ze wel van tevoren? Dat weten ze van tevoren. Dat is eigenlijk zelf een signaal. Ik word na 3 keer negatief word ik gebeld en dan stellen wij de vraag, kunnen we iets voor je doen? Wij mogen in Nederland niet vragen wat is er met je, want je hoeft niet te vertellen wat er met je is. De hulpverleners mogen dat wel, maar wij als eerste signaal mogen dat niet vragen. Dus wij stellen gewoon de vraag, kunnen we iets voor je doen? We zien dat het niet zo goed met je gaat. Maar als mensen dat weten, en heel veel mensen hebben natuurlijk geen zin in wildvreemden die ze gaan opbellen, krijg je dan toch nog weer niet sociaal wenselijk gedrag? Dat zou kunnen. Ik ga natuurlijk niet 3 keer dat doen, want... Ja, maar wat van tevoren aan de medewerkers is duidelijk gemaakt, zijn de hulptrajecten die geboden worden. En ook de hulptrajecten die geboden worden, die zijn volledig anoniem voor de werkgever. Die weet alleen dat er hulptrajecten zijn, maar of worden ingezet. Ervoor. En die betalen ervoor, dat weten ze ook van tevoren. We hebben bij de tool ook een rekenmodel zitten waarin we bedrijven voor kunnen rekenen wat het ongeveer gaat kosten. Omdat je... en dat zijn zowel cijfers van TNO als cijfers van het CBS, waarin naar voren is gekomen dat als je een x aantal procenten ziekteverzuim hebt,
zeg 4% ziekteverzuim in je organisatie, dan mag je ervan uitgaan dat 16% van je medewerkers niet goed in zijn vel zit, maar nog niet ziek is. Ja. Dus in de afglijdende schaal zit. En als we die nou kunnen tackelen... Maakt het er daarin eigenlijk ook niet uit waar het door komt, als je niet goed voelt? Nee, want je meldt je uit... Dat kan van alles zijn, maar uiteindelijk meld je je ziek, want je emmer loopt over. Ja, want we hebben het vooral over het sociaal-psychisch verzuim. We kunnen geen griepen en gebroken armen en allerlei ernstige ziektes tegengaan. Het grootste probleem is op dit moment ook het sociaal-psychisch verzuim binnen werkend Nederland. Dat is een hele grote kostenpost. Juist ook omdat die groep extreem lang in het ziekteverzuim duiken. Gemiddeld is dat 26 weken. En als we gemiddeld? Gemiddeld is een sociaal-psychisch verzuim, tegenwoordig een burn-out, wat toch veel voorkomt, is gemiddeld 26 weken waarin je niet productief bent. Maar je zegt eigenlijk aan twee kanten. Hè? Productief klinkt als de werkgeverskant. En dat is natuurlijk altijd, want dat is die andere, maar het is natuurlijk ook de werknemerskant. Ja, nou, je krijgt de hulp die je nodig hebt. Dus stel dat, wat jij net zei, of jij, ik weet niet precies wie dat zei, je bent door je partner even afgebekt voor de zoveelste keer. Dat zei hij. Ja, dat is voor mij heel leuk, hè, maar... Dus, nee, maar goed, en stel dat dan toch je emmer dreigt over te lopen. Nee, je moet alleen denken, zij zit lekker in het voetbalstadion. Ah, dat is het natuurlijk. Het is eigenlijk gewoon een verkapte. Ja, nee, dat is je bent gewoon een beetje jaloers. Ja, totaal. Nee. Maar ook daar kun je hulp in krijgen. Ik heb om daarmee leren om te gaan. Ja, daarmee leren om te gaan, kun je ook hulp krijgen. Ook kan ik hulp krijgen, ja. Nee, maar je kunt dus... Als, Doet als, me gelijk als... aan een andere vraag denken. Van, is dit nou weer een van de voorrechten die mensen hebben die in loondienst zijn? Dat je dit soort dingen bestaan? Want voor het groeiende korps aan ZZP'ers bestaat dit allemaal niet, hè? Nou, we hebben een stelsel, we hebben een goed sociaal stelsel in Nederland. En ook het ziekteverzuim in Nederland is gewoon heel erg goed geregeld. Vroeger was dat publiekelijk, dus dan collectief betaalden de werkgevers. En die collectief betaalden ze mee aan het ziekteverzuim van de zieke medewerker. Nu is het daadwerkelijk je eigen ondernemer, je eigen werkgever die jouw kosten moet betalen. En dat is behoorlijk veel. Dan gaan in Nederland, de cijfers liegen er niet om, maar een gemiddelde ziekteverzuimdag kost tussen de 250 tot 450 euro per dag, afhankelijk van je salaris. Dus maar de 26 weken is heel erg veel. Ja. Je hebt met 6 weken ziekteverzuim heb je het grootste traject binnen Preventicons, waarvan we de werkgever op de hoogte brengen. Heb je er gewoon al uit. Hey, waarom ben je dit gaan doen? Hoe kwam je op het idee? Nou, ik heb een organisatie die zich bezighoudt met business coaching en sparring partner voor het MKB. En ik kom heel veel bij bedrijven waar de grip weg is. De grip op hoe kan ik nou een beetje sturen dat die mensen nog wel blijven zitten. Het is een soort black box geworden. Want ik hoop maar dat mijn medewerkers niet uitvallen. Dat aan de ene kant. Aan de andere kant kwam ik heel vaak bij bedrijven waar ik graag binnen wilde komen. Wij hebben helemaal geen medewerkers die slecht in hun vel zitten. Want je laat natuurlijk niet het achterste van je tong zien. Dus toen ben ik samen met Robert, mijn compagnon, iets gaan bedenken als een soort thermometer om het achter te laten bij bedrijven. Maar dat is een beetje uit de hand gelopen. Dus daar hebben we toen uiteindelijk een eigen bedrijf van opgericht. En jij zegt van, want je laat niet achter van je tong zien, dat geloof ik. Maar dan moet je me toch nog even helpen, die vraag van de Roeland eerder. Van waarom zou ik nou wel het achterste van mijn tong laten zien in een tool? Als je echt hulp wil. Want je krijgt echt hulp zonder dat je werkgever weet wat er met je aan de hand is. En zodra je in het ziekteverzuim ingaat, mag je werkgever officieel nog steeds niet weten en niet vragen wat er met je is. Maar goed, als je met elkaar omgaat, vertel je dat wel als je uiteindelijk ziek thuis komt. Maar dan zul je dus op een gegeven moment toch met je billen bloot moeten. Als het bijvoorbeeld om financiële problemen gaat of om relatieproblemen. Of omdat je gewoon een aantal privézaken niet meer goed kunt handelen. Verslavingsproblematiek. Wat allemaal issues zijn die eigenlijk niks met je werk te maken hebben. Maar uiteindelijk is dat wel de plek waar je je op een moment moet afmelden. Maar nog toch even op door wat Erwin vraagt. Waarom zou het dan makkelijker zijn in een onpersoonlijke app van je baas
drie keer op die emoticon te klikken, dan gewoon hulp te zoeken. Want je zegt, ja, mensen kunnen hulp zoeken. Ja, je kan toch ook gewoon naar de huisarts gaan en zeggen van, goh, weet je, het gaat niet goed. Ja, daar is waar. En misschien is dat wel veel beter. Ja, nou, eigenlijk, huisarts die kent jou. Ja. Je krijgt niet een anonieme persoon aan de telefoon. Nee. Die kent je geschiedenis, et cetera, et cetera. Nee, dat is absoluut waar. Dus je kunt ook naar je huisarts gaan. Alleen op dit moment, als je alleen al kijkt bij GGZ-psychologen, hoe lang de wachttijd is. Dus hoe lang je, ook al is er dan bekend wat er met je is, hoe lang je in een wachtrij moet staan om hulp te krijgen die je nodig hebt. Nou, dat is niet bij de huisarts, hoor. Jawel, als jij daarna doorverwezen wordt naar mijn psycholoog. Ja, want je huisarts aan zich. Ja, maar goed, jullie verwijzen ook door naar de psycholoog, misschien. Wij kopen de psychologen in en die betaalt je werkgever. Dus je wordt niet van een zorgverzekeraar, dat wordt niet vanuit je zorgverzekering betaald. Dus je hebt ook geen last met lange wachtlijsten, omdat het, ja, het klinkt toch een beetje lullig. Het zijn allemaal commerciëlere hulpverleners die wij inhuren. Waarbij we veel minder last hebben van wachtlijsten. Nou, hey, aan de andere kant, lijkt mij, is dat als een werkgever met jullie in zee gaat, zegt hij daarmee eigenlijk van, weet je, ik wil jullie helpen als er iets aan de hand is. Dus geef het aan, toch? Ja. Dus dat is ook een signaal, want hij spreekt daarmee af dat hij geld vrijmaakt om dit te doen. Ja. Ja, dat doet hij absoluut. En hij vindt het belangrijk dat je gewoon goed in je vel zit, want daar heb je allemaal profijt aan. Als wij hier vanavond chagrijnig naartoe waren gefietst, hebben we een heel ander gesprek dan dat je goed in je vel zit en je vindt je werk leuk. En we mogen allemaal wel eens een chagrijnige dag hebben. Daar ga ik geen hulp voor inschieten. En als jij een keertje heel negatief bent, is dat helemaal geen probleem. Ga ik niet gelijk aan bellen. Maar als werkgever wil je ook dat je personeel wel een beetje blij naar hun werk komt. En geluk op de werkvloer is een hot item op dit moment. Maar het is echt fijn. Heb je ook niet overwogen om die meting veel gelaagder te maken, om veel meer te vragen? Jawel, maar dat doen we in het persoonlijk gesprek als je al afglijdt. En dan heb je, laten we even stellen dat er af is gesproken met jouw direct leidinggevende, dat er 3 keer in 5 weken mag je negatief scoren. En dan zie ik aan de achterkant dat jij 3 keer negatief hebt gescoord, dan ga ik je bellen. Dan hebben we sowieso al een gesprek van maximaal 1 kwartier. En als in dat gesprek blijkt dat jij behoefte hebt aan een persoonlijk gesprek, wordt dat direct geregeld. Dus en dan kunnen we de diepte in. Mag ik even advocaat van de duivel? Je zei 1 keer per week moet je dat invullen. Ja. Volgens mij, als je weet dat je na 3 keer gebeld wordt, is dat dus een hele bewuste keuze dat je 3 keer achter elkaar dat doet. Ja, als jij waarom kun je daar niet dat kan ook. Waarom kun je niet zeggen bel me? Ja, dat kan ook. Er zit ook een knop op waarin je gelijk kan zeggen bel mij en dan schiet je gelijk erin. Oké. Ja. Dat lijkt mij ook veel logischer. Als de nood aan de man is wel. En natuurlijk probeert iemand het wel eens uit, maar ja, dan bellen we. Ja. Dus er zit een soort noodstop. Die kan ook. Ja. Johan Schaaf vraagt via Twitter: hebben jullie ook geaggregeerde data en zie je daarin trends? Nee. Bewust niet, hè? Nee. Begrijp ik eigenlijk uit je antwoord. Waarom niet? Wij willen zoveel mogelijk de anonimiteit garanderen en alleen met de data die wij van de bedrijven krijgen werken. En daarvoor zijn we gewoon nog veel te kort bezig om echt al trends te kunnen laten zien. Hoe lang zijn jullie bezig? We zijn nu met daadwerkelijke, zonder proefpersonen, zijn we 1 jaar bezig. Ja. En dat gaat dus, nu gaat het vrij langzaam. En kun je wat zeggen over de resultaten? Want het klinkt natuurlijk allemaal heel leuk, maar wat levert het op? Nou, het levert op dat, want de bedrijven die, er zijn eigenlijk 2 bedrijven die nu komen. Het zijn allemaal nog het MKB, dus allemaal onder de 100, 150 mensen ongeveer, medewerkers. En aan de ene kant zien we dat er een werkgever komt en zegt, ik vind het gewoon heel belangrijk dat ik weet hoe mijn medewerkers in hun vel zitten. Ik heb eigenlijk geen ziekteverzuim of ernstig ziekteverzuim buiten de griepjes en de dingetjes. Maar ik wil wel weten, en als er wat is, wil ik hulp bieden, preventief. Die heb je. En je hebt de schoorvoetende die zegt, ik ben bang dat het zo'n zootje bij mij is. En dat blijkt al mee te vallen. Dus ook het gemopper aan de koffiezetapparaat is niet altijd representatief voor dat er echt iets aan de hand is. Want dat houden we vaak voor ons. Dus wat we al weten, dat is vaak niet de ernst. De ernst zit eronder waarop mensen. Ja, maar kun je, als ik vraag naar resultaten, ben ik gewoon ook heel benieuwd van
of dat nou feitelijk leidt tot minder ziekteverzuim of de... Wat zijn feitelijk de resultaten van... Daar hebben wij gewoon nog te weinig data voor. Dan moet ik gewoon heel eerlijk antwoorden. Je verkoopt eigenlijk nog steeds een belofte? Nee, wij gaan uit van de cijfers die TNO aangeeft... waarin in onderzoeken wordt aangegeven... als je mensen preventief hulp biedt, voorkomt dat ziekteverzuim. En daar zijn grote onderzoeken naar geweest. Okay, en het CBS heeft... En dat is dus waar jullie ook de lat leggen voor je eigen dienstverlening? Want ik neem aan dat je potentiële klanten die cijfers geeft. Ja, die zitten ook in het rekenmodel, daar rekenen we ook mee. En dat je er blijkbaar vanuit gaat dat jullie dienst dat ook gaat doen? Dan. Ja, want de hulp die in de onderzoeken, dat is coaching, dat is training, dat zijn... stel dat er conflicten zijn die worden aangepakt nog voordat mensen in het verzuim terechtkomen... Of dat zijn teambuildingsactiviteiten of teamgerelateerde trainingen en coaching die plaatsvinden. Dat kan natuurlijk echt wel zo zijn dat wij van één afdeling iedere keer dezelfde naam horen. Ja, dan moet er iets anders aan. Dan hoef jij geen individueel traject. Dan moet er iets anders aangepakt worden. Dus dat signaleren we ook. En dat geven we ook terug aan het bedrijf. Nog zonder te noemen van wie die informatie komt. Ja, op een gegeven moment lijkt me dat toch wel heel ingewikkeld worden. Zeker als je zo'n traject hebt waar jij het nu over hebt. Ja. Als deze zelf, dat is bijna... Je kunt niet op een gegeven moment zeggen, we gaan een teambuilding doen... want een van jullie mensen meldt steeds. Nee, maar want dan wil de leidinggever het direct weten. Ja. Ja, hallo, we gaan niet dat nee, allemaal nee, dan nu op de hei zitten. Ja, maar dan is het niet meer anoniem. Dan gaan we niet zeggen, Piet, Jan en Klaas hebben dit gezegd... maar we zeggen wel, het ligt aan... Die persoon, die naam krijgen we gewoon iedere keer door. Dus wij willen eigenlijk het groter trekken dan in individuele trajecten. Ja. Want het vervelende is conflicten op de werkvloer en niet lekker in je vel zitten. Ja, toch zijn dit voor mij vooral twee totaal verschillende dingen. Het kan. Van de onderlinge verhoudingen. Ja. Weet je, dat is lijkt me een totaal andere focus dan dat je mensen individueel, psychologisch, hoe noemde jij het... Sociaal-psychologische problematiek lijkt me totaal ander verhaal. Ja, worden ook hele andere trajecten dan ingezet. En ook een ander bedrijf. We hebben een bedrijf dat daarin gespecialiseerd is. Die doet dan voor ons, mocht dat nodig zijn, die trajecten. Dat is ook echt iets heel anders. Ja. Alleen wat wij niet doen, is dat we niet gaan zeggen... die heeft dat gezegd en die heeft dat gezegd en die vond dat trouwens ook. En toen zijn we toch maar even naar iemand anders ook nog gegaan, die vond het ook... Nee, we gaan terug naar het bedrijf. Kun je al wat cijfers delen over... jullie zijn er niet zo lang bezig, zei je al. Met hoeveel bedrijven? We hebben nu, ik geloof dat er nu 6 of 7 bedrijven in zitten. Ja. En ongeveer 120 mensen doen nu op dit moment mee. Wat bedoel je, 120 mensen doen mee? Medewerkers, dus 120 medewerkers van ongeveer 6 bedrijven krijgen een uitnodiging. Ja, en kun je al iets zeggen over hoe vaak het nou mensen inderdaad op de alarmknop drukken? Of drie de alarmknop wordt niet gebruikt. Drie keer per, of in 3 weken 3 keer? Dat valt reuze mee. Ik geloof dat we tot nu toe, sinds we begonnen zijn, 3 keer hebben gebeld. Ja. En er zijn 2 trajecten uitgekomen. Ja, maar je durft er nog geen enkele conclusie uit. Nee, dat vind ik echt nog een beetje vroeg. Hey, toen jullie begonnen dacht je van die emoticons, wat is het dan? Een eenvoudige, je zoekt een laagdrempelige manier voor mensen om antwoord te geven hoe ze zich voelen. Is dat een goede methode? Wat is tot nu toe je indruk? Nou, ik denk het wel. En helemaal omdat wij direct daarna bellen. Want het is natuurlijk, het geeft niet weer wat jij hebt en waar je problematiek ligt. Maar het is een soort signaal van kun je me even bellen, want het gaat even niet goed. En wij vonden de emoticons, het is de verbeeldingstaal op dit moment. Je kunt geen van de Decathlon tot Schiphol, overal kun je op knoppen drukken hoe de service was of hoe de omgeving was of wat dan ook. Dus vandaar dat wij ook de emoticons hebben gebruikt om aan te geven hoe je je voelt. Het is heel erg laagdrempelig om het aan te geven. En daarna staan zeg maar, de hulptroepen klaar om de vragen te beantwoorden, de individuele gesprekken aan te gaan en mogelijkerwijs ook trajecten. Hey, jullie komen helemaal niet uit de technologie sector, vertelde je net. Hoe complex is het om van een idee naar een app en een backend en alles wat erbij hoort? Heel erg. Ja, is je tegengevallen? Ja. Ja, op welke punten? Ja, ik spreek geen IT's, zullen we maar zeggen. Ja, en jouw compagnon? Beter. Dus we hebben ook op een gegeven moment wel ervoor gekozen dat ik bij een aantal gesprekken niet meer aanwezig ben. Ja, ik snapte het gewoon niet meer. Ja, het ging...
Nou, weet je, ik vind dat gewoon heel ingewikkeld. Ik denk, oh ja, we kunnen naar Mars vliegen. Doe ik gewoon eventjes dit bouwen voor mij. Nou, nee, dat duurt toch heel erg lang. En het kost heel veel geld. En het kost heel erg veel geld. Ja. 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 En dan moet je eigenlijk van tevoren weten wat je wil. Ja, en dat weet je niet. Je weet al wat je wil. Hoe hebben jullie dat opgelost? Wat wil tegenwoordig noemen ze dat dan agile werken en scrummen. En dan kost het nog meer geld en duurt het nog veel langer. Ja, dat is wel gebeurd. En nu komen we ook nog steeds dingen tegen die nog aangepast moeten worden. Dat we dachten, kak, daar hebben we niet over nagedacht. Blijkt nu in. En terwijl we ook nog heel lang hebben getest. Ja. En dan nog komen er nu dingen uit dat je denkt, oh kak, dat willen we toch anders. Of dat wilden we eigenlijk niet. Weet je, wij hebben allebei ook veel aan de bouwkant gezeten. Wat ik eigenlijk altijd heb gezien is ook, je kan nog zoveel testen. En ook zelf doen, maar op het moment dat iets echt live staat, kijk je anders naar ook naar je eigen product waar je al 10 keer naar gekeken hebt. Dan zie je ineens dingen die je daarvoor niet gezien hebt. Ja. En die je ook niet bedacht had. Nee. Nee, mensen gaan het altijd anders gebruiken dan je had bedacht. Ja. Ja. Maar goed, je zegt het is tegengevallen. Nou, ook in de tijd. We dachten, we bouwen dat ding even. Ik denk, dat heb je in een paar maanden voor elkaar, maar het is echt een paar jaar geworden. Hoe lang zijn jullie bezig geweest? Ja, ik denk wel 2,5 jaar. Ja. Ja. En dat kost opeens ook een hoop geld. Hoe hebben jullie dat geregeld? Wij hebben een financiering gekregen van de Rabobank. Ja. Mag ik dat zeggen? Ja, natuurlijk. Een lening? Of een lening. Ja. En we hebben een subsidie gekregen van Metropool. Ja. Uit Eindhoven. En we zijn nu bezig met nieuwe financierders. Want we moeten nu een stap maken. Ja. Ja. Je moet een stap maken? Hoe ziet die stap eruit? Nou ja, we kunnen niet meer met z'n tweetjes. Nee, ik snap hem wel. Beide. Dus we moeten nu. Want jullie doen het naast je gewone werk, hè? Voor mij is het natuurlijk een beetje inherent aan mijn gewone werk. Omdat ik als business coach toch wel continu hiermee bezig ben. En het ziekteverzuim bij bedrijven bespreekbaar. Jij kunt de telefoontjes doen. Maar, ik kan de telefoontjes doen, maar we moeten nu gewoon naar bedrijven. En het kost gewoon doorlooptijd. Een tool verkopen. Een tool bouwen is al best wel veel werk. Ja. Maar een tool verkopen is ook heel erg veel werk. Ja, dus dat begint nu pas, de marketing en de sales. Echt, de sales begint nu pas. Ja. En dat is moeilijk. En wat schat je in? Zeg maar, hoeveel tijd gaat er overheen tussen een eerste gesprek? Dat ligt aan de grootte van het bedrijf. Grote bedrijven, dat duurt lang. Dan moet er een OR overheen en dan moet er nog een ondernemings... Maar het is natuurlijk ook een ingewikkelde materie, waar de werknemers ook wat van moeten vinden. Ja. Die moeten dat ook. Nou ja, en heb je een klein bedrijf, dan roep je ze allemaal bij elkaar in de kantine en dan komen wij langs en dan vertellen we een leuk verhaal. En dan kunnen ze direct, mag ik jouw gegevens, want ze moeten dat ook nog toestemming geven voor de gegevens. Moeten uitleggen dat je niet zomaar in de app kan, want wij moeten eerst toestemming krijgen dat we jullie een uitnodiging sturen. Als we een uitnodiging hebben gestuurd, moet je even een aantal loopjes door. Ja. Weet je wel zeker dat je toen je hiermee begon, had je ook nog nooit van de AVG gehoord? Nee, want die kwam halverwege de bouw. Inmiddels weet je er alles ja, van. Die kwam halverwege de bouw. Ja. Dus dan vragen we ook nog vaak van, had je het ook gedaan als je het van tevoren geweten had? Ja, dat is een beetje een gewetensvraag, want ik vind het nog steeds wel heel erg leuk. Ja, je hebt er wel heel veel lol in. Ik vind het echt. Ik geloof er echt heel erg in. Ja. 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 En dan de investering, zeg je, die gaat vooral de sales in. Ja. Dus er moet gewoon iemand bijkomen die zich daarop kan focussen. Want jullie app op zichzelf, het platform, is nu op een niveau dat je zegt, nou, daar kunnen we mee. Nou, het kan nu draaien. Je kunt het met een kleine MKB zit er nu in. Die maakt er gebruik van, om het even heel simpel te zeggen. We zijn bezig met wat grotere bedrijven. Dat duurt gewoon lang. Maar je kunt bijvoorbeeld ook een heel white label krijgen. Ja. En stel dat je eigen hulptroepen al hebt. Bijvoorbeeld een bedrijf als ASML of Philips. Die hebben hun eigen hulptroepen. Ja. Die hebben vaak ook een eigen arbodienst. Nou, die kunnen gewoon een white label hiervan krijgen. En het gewoon helemaal zelf uitvoeren. Ja. Daar hoeven wij dan niks meer mee te doen. Maar bijvoorbeeld ook, we zijn ook bezig met de markt te benaderen van de payrollbedrijven. Die zien hun werknemers nooit. Die staan keurig bij hun op de loonlijst. Maar werken, God mag weten waar. Ja. En je weet niet eens hoe hij eruit ziet. Ja, omdat zijn foto ook bij jou in het dossier zit. Maar je weet vaak heel erg weinig van de persoon. Je noemt eigenlijk drie verschillende categorieën van bedrijven. Welke van de drie kiezen jullie uit om je als eerste op de kleine. Want die gaan gewoon het makkelijkst. Dan heb je de minste doorlooptijd.
Het is de lijntjes zijn ontzettend kort, de lijntjes met de werkgever zijn ontzettend kort. Je kunt inderdaad even in de kantine iedereen bij elkaar roepen, of dat nou een uurtje 's avonds is of tijdens de pauze. Dus je kunt dan veel makkelijker schakelen. Kijk, droomklanten, die hebben we ook wel, maar daar moet je gewoon zoveel lagen door. Daar hebben we op dit moment, als die valt, open armen. Maar wat voor soort bedrijf is een droomklant? Nou, ASML, Philips, ik zou het wel heel leuk vinden. Of er zit in Eindhoven ook een hele grote detacheerder die alle high-tech bedrijven voorziet van slimme jongens en meiden. Nou, daar zou ik wel echt, daar hebben wij gewoon een leuke tool voor. Hey, hoe werkt het verdienmodel? Betaalt een bedrijf naar gelang het aantal personeelsleden? Nee, je betaalt, mag ik ook het bedrag noemen wat dat kost? Ja, je mag zeggen wat je wil. Je mag het... 60 euro, wat was ik ergens? Nee, het kost €24,95 per jaar, per medewerker. En je betaalt afhankelijk van of je een white label hebt of een bedrijf. En het is ook een beetje, hangt het van de grootte af of je het bestand snel in kunnen lezen. Dus het heeft wat gradaties. Ben je opstartkosten kwijt. En wij laten van tevoren zien wat de trajecten kosten. En omdat we weten wat je ziekteverzuim nu is, want dat kunnen we gewoon helemaal uitrekenen, kunnen we je ernaast laten zien, nou, als 50% van je medewerkers meedoen, en we gaan ervan uit dat van jouw ziektepercentage 4 keer zoveel niet lekker in zijn vel zit, daar gaan we even vanuit, omdat dat de cijfers van TNO laten zien, dan kunnen we gelijk verder rekenen. En dat is wat je de komende periode zal moeten bewijzen? Dat gaan wij de komende... Dat wat TNO zegt, ja, want dat is puur een veronderstelling. Dat is een veronderstelling, ja. Spannend hoor. Waar zijn jullie over een jaar? Nou, dan hoop ik dat we toch een veelvoud hebben van de huidige deelnemers. En dat wij een leuke financiering hebben en een aantal salesmensen. En een mooie tool neer hebben gezet. Hebben jullie concurrentie? Nee, nu nog niet. Nou, dan moet je helemaal door... Dan zeggen ze altijd in start-up land dat je dan op moet schieten. Ja, dat horen we al 3 jaar. Ja. Nou, we wensen je heel veel succes. Ja, dank je wel. Jullie bedankt voor het kijken en we bedanken zoals altijd de sponsors Bier & Co. voor de biertjes, Jetstream voor de livestream, PQR voor de hosting van de website. En wie missen we dan nog? Freedom Lab, denk ik, voor de gastvrijheid. Als je live kijkt, blijf kijken. Zo direct nog een gesprek over 3D-hubs. En kijk je on demand. Dan weet je dat je die uitzending ook kunt terugzien via YouTube of fastmovingtargets.nl. Dag.